Door het uit elkaar vallen van de grootste coalitiepartij Gemeentebelangen over Betuwe is woensdagavond een eind gekomen aan de coalitie van GBO, GroenLinks en CDA. Gisteravond maakte lijsttrekker en wethouder Dimitri Horsthuis-Stangelder bekend per directe op willen opstappen. De problemen begonnen toen GBO-raadslid Ans Huisman uit de fractie stapte. In Over Betuwe staat onze verslaggever Imke Elshoff. Imke, wat is daarna allemaal precies gebeurd? Ja, inderdaad. Vorige week is Ans Huisman dus opgestapt als fractievoorzitter. En gisteren is dus bekendgemaakt dat wethouder en GBO-lijsttrekker Dimitri Horsthuis-Tangelder direct opstapt als wethouder. Kort daarna volgden ook nog GBO-raadsleden Paul de Vries en Janessa Wartes de Boef. Dus er speelt hier nogal wat. Daarmee heeft de coalitie dus wel de meerderheid verloren. Wat betekent dat nu voor de gemeente? Ja, dat klopt. De coalitie is daarmee uiteengevallen. En daarover zegt raadslid van de GBO, Elvira Patelia-Spieks, het volgende. Er zijn heel veel discussies geweest binnen de partij. Er zijn spanningen ontstaan. Vervolgens is daar door de fractievoorzitter weinig aan gedaan om er geprobeerd daar een eenheid van te krijgen. En dan zitten we helaas in de situatie waar we nu zitten, dat het geëscaleerd is en dat er helaas een breuk is ontstaan die niet meer te herstellen valt. En deze breuk kwam niet helemaal onverwachts, want het CDA en GroenLinks hadden al laten weten in een persbericht zorgen te hebben over de aanhoudende onrust binnen coalitiepartner GBO. Er was al een tijdje lang wat onrust binnen de fractie van GBO ontstaan. En toen hebben we gezegd, zolang dit een interne aangelegenheid is, dat niet zeg maar, de stabiliteit of het functioneren van de coalitie in gevaar brengt, ja, dan hebben wij, in het geval van CDA, hebben wij niet zoveel van te vinden. Maar we zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat die interne onrust wel degelijk effect op de stabiliteit en het functioneren van de coalitie had. En daarom hebben we dat ook uitgesproken. Het GBO had gehoopt dat er op een andere manier was omgegaan met elkaar binnen de partij. De fractievoorzitter die wij hadden, die heeft ertoe bijgedragen dat er een tweedeling is ontstaan. Zij heeft geen pogingen ondernomen om een eenheid te maken van onze fractie. Zij heeft door haar manier van handelen, haar manier van handelen heeft er zo voor gezorgd dat deze situatie kon ontstaan. Aan de burgemeester is gevraagd wat hiervan de gevolgen zijn voor het college. En hierop kwam de volgende reactie. Na het vertrek van wethouder Horsthuis-Tangelder gaat ons college bestaan uit 4 wethouders in plaats van 5. Donderdagochtend is er een extra collegevergadering gehouden. De portefeuilles zijn herverdeeld om het dagelijks werk binnen het gemeentebestuur voor te zetten. Verdere ontwikkelingen rondom de coalitie zijn aan de gemeenteraad en de politiek. Dimitri Horsthuis-Tangelder wil op dit moment nog niet inhoudelijk reageren op wat er is gebeurd. En of hij nog betrokken blijft bij de partij, dat is nog onbekend.